In de zuidoosthoek van de provincie Utrecht ligt Veenendaal. En ten oosten van het centrum vinden we bedrijventerrein Nijverkamp. Daar onderzoeken 12 ondernemers, samen met de bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Stedin, de gemeente en de provincie, of het voor hen gunstig is om een Smart Energy Hub te starten. De Smart Energy Hub moet op korte termijn slimme oplossingen creëren voor netcongestie door de opwekking, het gebruik en de opslag van energie lokaal te regelen. Ik ben Bart Blokland, ik ben energieconsultant voor het bedrijventerrein Nijverkamp in Veenendaal. De bedrijven op het bedrijventerrein Nijverkamp willen verduurzamen, willen verder groeien, ontwikkelen en hebben daarvoor meer elektriciteitscapaciteit nodig. Die is op dit moment niet beschikbaar en daardoor kunnen ze die ontwikkelingen niet doorzetten. Mijn naam is Dick de Vries, ik werk bij Jan Zandbergen, gevestigd op Nijverkamp Industrieterrein. Wij zitten in de foodsector. Bij ons is de aanvoer van elektriciteit is echt van hoog belang. Rechtstreeks leveren aan consument betekent ook waarborgen dat alles koud en verantwoord blijft. Vandaag hebben we met de bedrijven gedeeld het inzicht over het gebruik van het elektriciteitsnet. Welke capaciteit hebben we wanneer nodig? En hoe ziet dat er niet alleen vandaag uit, maar ook naar de toekomst toe? Als we al die ontwikkelingen en verduurzaming, als we die willen realiseren. Nou, wij vinden met name het hele collectief vinden wij heel erg interessant. Waar ligt de win-win voor alle bedrijven individueel en op welk gebied? Ligt het op kou, ligt het op elektriciteit? En als we daar elkaar kunnen vinden, zou het mooi zijn. We weten dat het realiseren van een Smart Energy Hub technisch echt wel mogelijk is. Het gaat er uiteindelijk om, willen de bedrijven op een bedrijventerrein samenwerken? En als je dat voor elkaar krijgt, zoals we dat net zagen in de bijeenkomst die we hadden, dat het ene bedrijf zegt, ik kan mijn productie verschuiven om mijn buurman te helpen zijn verduurzaming te realiseren, ja, dan ontstaat er een chemie die je nodig hebt om een Smart Energy Hub echt te realiseren. We gaan nu als project die collectieve kansen verder uitwerken en dan vervolgens weer met de bedrijven daarover in gesprek van welke stappen kunnen we realiseren met elkaar om onze verduurzaming ook echt op Nijverkamp te realiseren. De Smart Energy Hub voor ons is de oplossing dat we kunnen expanderen naar de toekomst toe in ons bedrijf. Dat hebben wij echt nodig. En er ontstaat ook ruimte voor andere ondernemers om aan te sluiten, zodat die ook naar de toekomst kan blijven kijken. En ik denk dat Veenendaal dat nodig heeft. Wil je meer weten? Heb je vragen? Ben je geïnteresseerd over wat wij hier op Nijverkamp, dit bedrijventerrein, samen ontwikkelen met de Smart Energy Hub? Ga dan naar de website duurzaamveenendaal.nl. Duurzaam Veenendaal kan alleen met jou. Deze video is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.